Oké, wat is er allemaal vandaag gebeurd? Maar die is niet in de vlog geweest. Nee, dat weet ik. I know. Is mijn nieuwe begeleidster, waar ik het ook al over heb gehad, dat ik het totaal niet leuk vind. Goedemorgen allemaal, welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag dinsdag 18 april 2023. En het is nu 9:15 geweest. Ik heb hier Lovely bij me. Ik heb hier Beauty bij me. En ik heb hier Lady bij me. En ik sta hier mooi onder een hele mooie boom. En Lovely is nou aan het piepen. Ik zal dat jullie zien. Die daar, hier. Want waarom is dat aan het doen? Ik heb hier een sok in de hand. Laag. Nee, laag. Zo. Die wil ze heel graag hebben, die stok. Deze stok wil ze heel graag hebben. Dus ik moet even gaan kijken hoe ik dit even kan doen. Ja, ik heb jullie even heel netjes overgeheveld. Kijk hier hoor, opletten. Oh, dat was mijn hand, sorry. Kom hier. Kom hier. Lady, wil rustig. Ik heb een camera in de hand. Lady, moet je... Dus dat. En dat blijf ik nog wel even lekker doen met ze. Ja, karretje. Laat mijn karretje pakken dus. Oké, pak ik karretje. Prima. Deze weer voor, hè? Zoals jullie weten, daar hebben we deze voor. Mijn karretje pakken. Draai rijden. Draaien. En naar Roderick toe. Dat is ook leuk. Ah, er is iemand weer op 2. Fijn. Zo. Wat is dit weer even anders binnenkomen? Hè? Heerlijk, rustig. Zo. Kijk eens, schat. Alsjeblieft. Ja, Roderick is moe. Maar we zouden even nog even hier naartoe gaan. Daarna gaat hij gewoon lekker naar huis. Gaat lekker slapen, want hij moet vanochtend weer werken. Dus dan hoort hij mij de hele avond. Nee. Laat hem ook lekker alleen eten, denk ik. Zo. Ja. Dus, dan gaan we nu weer even kijken. Zoals jullie weten, waar. Ja. Nou, het is wel een aardig gevoel, moet ik zeggen. Mooi. Dus even kijken, wat hebben ze hier? Hier en hier ligt ook een hele hoop schat voor je, denk ik. Nou, weinig. Maar, granola. Dit is crunch, hoef ik allemaal niet. Appa, ben je niet goed? Muesli deluxe? Hé, hey, hier, Kellogg's. Voor een euro. Voor een euro. Nee, dit is Kellogg's. Ja, maar zitten er nootjes in? Nou, even kijken hoor je. Rijst. Volkoren tarwe, gerstvlokken, verrijkt met vitamine en mineralen, ingrediënten rijst, volkoren tarwe, suiker, gerst, gemout, gerstmeel, zout, gerst, blablabla. IJzer, zink, vitamine B6, folium, zuur, vitamine D, vitamine B12. Nee, en er zitten helemaal geen nootjes in. Alsjeblieft, schat. Hier, heb je eruit. 50 cent. Die is lekker.
En dan hebben we hier nog Kellogg's deze. Wat is dat? Moet ik kijken? Kom hier. En bruine suiker, kaneel, zonnebloemolie. Kaneel? Laat maar zitten. Voor een euro, maar dan moet ik wel eventjes even lactosevrije melk halen. Ha! Ja, wat hebben we hier eigenlijk nog allemaal? Daar zei ik al niks. Nee, niks. Helemaal niks. Helemaal niks. Nee. Nou, jammer. Weg gehad. Wat? Voor maar 4 euro. Ja, maar de koekoek, kom. Nee, normaal doen. Ja, voor maar 4 euro. 4 euro. Ja, hier. Voor een euro. Balans. Balans, ja. De balans zitten, hè? Weet ik veel. Moet je kijken. Moet je niet aan mij vragen. Moet je kijken wat erin zit. Eitjesmix. Wat is eitjesmix? Serveert het. 50 cent. Ze moeten er vanaf, zeg maar. Vind ik leuk. Ja. Zo, mijn god, mijn genade, hè? Het is mijn dagje wel weer. Oké, wat is er allemaal vandaag gebeurd? Ik heb de hondjes uitgelaten, zoals jullie weten. Ik heb Laura gehad, maar die is niet in de vlog geweest. Nee, dat weet ik. I know. Toen kreeg ik Karin en Jeanette. Jeanette is mijn nieuwe begeleidster, waar ik het ook al over heb gehad, dat ik het totaal niet leuk vind dat ik een nieuwe begeleider krijg. Maar ja, hè? Zo gaat het eenmaal in het leven. Ze komen en ze gaan. Je moet daar een beetje vrede mee hebben, zeg maar. En toen dat hun er net waren, kreeg ik een berichtje van de buurman dat hij dus weg moest. Dus die heb ik even weer weggebracht. Toen was ik weer thuis en om 4:15 kreeg ik een berichtje dat hij klaar was. En ik zou hem eigenlijk ophalen, dat was de afspraak, maar het was niet nodig. Maar ik maakte me even zorgen, dus ik heb eventjes twee routes gereden. Op de eerste kwam ik hem dus niet tegen en op de tweede dus wel. Maar het gaat goed met hem, dus ben ik weer blij mee. Ik ga nu eventjes een mueslireep met witte chocola eten, deze. En nee, ik word er niet voor gesponsord, maar deze heb ik dus wel bij de Aldi vandaan. Ze zijn erg lekker, moet ik zeggen. Ze zijn erg lekker en ik moet nog eventjes een vlog afmaken, want ik moest nog wat beelden ertussen doen. Van de zwarte rotgans. Ja, van de zwarte rotgans. Hi, beauty. Hi. Nou, ik heb mama ook al lang en breed aan de telefoon gehad eerder op de middag. Die heeft haar nieuwe Scoopmobiel booster binnengekregen. Daar ben ik ook wel weer heel erg blij mee voor haar, zeg maar. Ik moet even Enzo Knol even vast even openen. Zo, heb ik die ook al vast gedaan. En nou zit ik dus hier weer. Nou ja, ik heb net even behoorlijk rot gelachen buiten. En er was een buurvrouwtje. Op 3 hoog aan het raam zemen lappen. En het kwam mijn liefdallige buurman Alex aan. Nou ja, jullie weten, hè, dat is een liefdesverhouding wat we hebben. Hij is gewoon heel druk. Hij is met andere dingen heel veel bezig. Dus ja, dus, maar hij ging zo en zulke opmerkingen maken die mijn buurvrouwtje Jenny had kunnen maken. Echt exact hetzelfde. Echt. Oh, ik heb me doodgelachen. Echt waar. Exact dezelfde antwoorden die mijn buurvrouwtje had kunnen zeggen, deed hij. Echt. Het was zo'n raar gezicht. Het was net dat ik Jenny zag, maar dan in een mannelijke vorm. Terwijl het en mijn tweede liefde is, zeg maar. Ja. Ik heb wel meerdere liefdes hoor, mensen. Ja hoor. Maar dat zijn de dierenliefdes. Ja. Ja. En de liefde om Enzo Knol weer te zien op zijn vlog met zijn nieuwe auto. Nou ja, niet zijn nieuwe auto, maar zijn nieuwe wrap. Ja, met de rode. Ja, precies. Dus hier ga ik ook even zo even kijken. En ik ben even bezig met mijn vlog te editen. Want zoals jullie weten, moet ik alles weer alleen doen. Nou ja, moet niet. Maar ik kan ook hulp vragen van Geen en Deen. Maar ik wil het eerst weer even zelf kijken tot hoever ik zelf kan komen. Want vroeger deed ik het ook allemaal zelf. Dus waarom nu niet? Dus ik ga het ook gewoon weer proberen.
Dus ja, dus dat eigenlijk. Dus daar ga ik me even nu op concentreren. Zodat ik deze weer in de rente kan gooien voor morgen. Zeg ik dat goed? Zeg ik dat goed? Zeg ik dat goed? Zeg ik dat goed? Ga ik heel vaak zeggen. Zeg ik dat goed? Volgens mij wel. Voor de 19e. Ja, dat is voor morgen. Dus ik moet deze echt van zometeen afmaken. Dus dat ga ik dus nu even doen. En jullie checken mij straks. Zoals jullie zien, lig ik dus lekker op bed. Ja, heerlijk. Maar dat betekent wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Ja. En dat ga ik ook doen. Ik ga lekker slapen. En ik hoop dat jullie hebben genoten met deze vlog. Nou, is dat nou zo? Ik zou zeggen, doe even een duimpje omhoog. Abonneer even. Doe het belletje aan. Laat even een leuke reactie achter. En ga zo maar even door. En dan ga ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen. Ciao.